Wereldwijd wordt vandaag, 21 maart, Bossendag herdacht. Deze dag moet het bewustzijn van het belang van alle typen bossen en bomen vergroten. Het thema voor dit jaar is bossen en gezondheid, omdat de Verenigde Naties ervan uitgaat dat bossen bijdragen aan onze gezondheid. Medewerkers die essentieel zijn voor het instand houden van zorgfuncties krijgen van de regering een overbruggings- en een wervingstoelage. De regering springt hiermee in op de noodkreet vanuit de gezondheidssector over het wegtrekken van specialisten. Verder is een beroep gedaan op de Nationale Ziekenhuisraad om de zorgmedewerkers in Suriname efficiënter in te zetten, al dan niet door intensievere samenwerkingsverbanden tussen de ziekenhuizen. De regering hoopt hiermee dat zorgwerkers het land niet verlaten.